Artsen hebben een lijst opgesteld met ruim 1300 onnodige medische handelingen. De lijst is gemaakt door een koepel van acht academische ziekenhuizen, de NFU. Jan-Willem Cox is onderzoeker bij het UMCG en betrokken bij het opstellen van deze lijst. Artsen doen onnodige medische handelingen vaak omdat ze het zo geleerd hebben of uit routine. Er is een deel van die uh, dingen die we eigenlijk altijd geleerd hebben en doen, bijvoorbeeld bepaald bloedonderzoek. Als je dat nu gaat bekijken met de kennis van nu, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo nodig. Maar het is, uh, uh, zit dan eigenlijk in het werk van de dokters zit dat, uh, ingebakken en blijven ze dat doen. Een kijkoperatie bij knieklachten is een van de behandelingen die vaak onnodig is en zelfs nadelig kan zijn. Eigenlijk blijkt dat voor een groot gedeelte van die onderzoeken dat het helemaal niet hoeft. Dat dat niet meer informatie oplevert dan uh, uh, wat je zou weten als je goed mensen zou, uh, met mensen zou praten. Goed onderzoek zou, lichamelijk onderzoek zou doen. Ja, dan levert dat niet heel veel extra op, maar wel een hoop ellende voor de mensen. Want dan kunnen ze een aantal weken hun knie minder goed gebruiken na zo'n kijkoperatie. Kostenbesparing speelt een belangrijke rol. Een meer op de patiënt afgestemde behandeling van bijvoorbeeld COPD kan veel geld besparen. Daarin wordt bijvoorbeeld een medicijn een ontstekingsremmer gebruikt uh, en dat wordt bij ongeveer 70 van de mensen die COPD heeft wordt dat gebruikt. En we dachten dat dat uh, voor iedereen goed zou helpen om bijvoorbeeld het aantal keren dat ze ernstig ziek worden uh, en eventueel in het ziekenhuis terechtkomen, om dat naar beneden te brengen. Als we de, de mensen die het niet nodig hebben uh, of blijkt te hebben nu, als we die, die allemaal zouden stoppen, dan zou dat voor Nederland per jaar zo'n 20 miljoen euro schelen. Het zal nog wel even duren voordat alle bevindingen bij artsen en patiënten bekend zijn. Ik, ik denk dat dit zo'n twee, drie jaar duurt. voordat veel van dit soort onderwerpen echt merkbaar zijn in de spreekkamer. Maar goed, dat is nog vrij vlot als je naar heel veel ander onderzoek kijkt. Minister Schippers van Volksgezondheid nam de lijst vandaag in ontvangst.